Nou, daar gaat hij, de Emilia. Met dank aan bouwbedrijf Huurman hier uit Leiden wordt hij zo meteen dus daar aan de gevel gehangen. Op de hoek van de Oosterstraat en natuurlijk de Trompstraat. Want admiraal Tromp, ja, dat was de bevelhebber wiens vlaggenschip dit was aan het einde van de 80-jarige oorlog. Bij de slag om Duins in 1639. Heb je er vertrouwen in, André? Hij is een goede hand. André Sas, dat is de kunstenaar die de boot maakte in opdracht van Portaal. Daarbij geholpen door Pieter Dol, de voorzitter van de bewonerscommissie. Ja, en dan kom je zo nietsvermoedend aanlopen bij de Trompstraat. En ja hoor, daar hangt hij. Een paar meter boven de grond, ter hoogte van de eerste etage. En hier blijft hij 2 jaar hangen. Dan wordt dit hoekpandje helemaal gerenoveerd en dan moet hij er weer af. Maar er wordt wel nagedacht over een vervolg, over een tweede leven. Voor deze replica van het vlaggenschip van admiraal Tromp. En je ziet het, ze hebben hem zo opgehangen dat hij als het ware uit de gevel komt varen. Zo de Oosterstraat in. En vanavond ietsje verderop, het andere hoekje van de Trompstraat met de Van Spijkstraat, wordt dit geopend. Het behouden huis, het nieuwe wijkkantoor van Portaal, waar bewoners, of eigenlijk huurders, terecht kunnen met vragen, opmerkingen, wensen. Er wordt vanavond ook een convenant getekend tussen de huurders, Portaal en de wijkwethouder Marleen Dame. En aansluitend dan wordt het glas geheven en dan wordt de Emilia ook nog officieel gedoopt.